hartelijk welkom voor de volgende video, de volgende sessie die ik hier heb met Arnoud. Die in feite, ik heb hem altijd Arnoud genoemd, maar eigenlijk noemt hij zich Arnoud en vandaar natuurlijk ook zijn afkorting Notorious Christian. Jullie hebben natuurlijk gezien, dat is Notorious, schrijft men anders, maar ik vind dat een heel mooie woordspeel dat hij gebruikt. Ik ben heel blij dat Arnoud en ik terug samen zijn en nog eens een keer een sessie kunnen gaan doen samen en ik kan je beloven, misschien gaat het niet zo regelmatig, een paar keren per week of één keer per week een sessie doen. Maar we gaan zeker in de toekomst nog enkele dingen samen doen, want we hebben veel gemeenschappelijk te bespreken. Zeker als het gaat over de Bijbel, als het gaat over de waarheid die in deze wereld zo onderdrukt wordt en die we allebei aan het werken zijn om die naar buiten te brengen. Ik heb daarvoor mijn werk dat ik doe op mijn ministerie, Stunde der Waarheid in Duits, Hour of the Truth in Engels, of zoals je het Uur van de Waarheid in Nederlands kunt noemen, daar heb ik nu geen beeld van. En ik heb dat ministerie ook niet zo genoemd, maar ik denk in één of twee talen is dat meer dan voldoende. En ik heb mij eigenlijk toegespitst op het lezen van documenten en boeken en deze dan te analyseren en te bespreken, dus dan nog extra informatie toe te geven. Dat heb ik met heel veel dingen zo gedaan, in Duits en in Engels, op mijn Videokanalen. Daar ben ik ook van plan om verder te doen. Ik heb ook nog heel veel projecten, met die ik bezig ben. Onder andere momenteel ben ik bezig met het goede vertalen van een 19 minuten lange video over COVID-19 van Engels naar het Duits, wat ik spijtig genoeg dan niet op YouTube kan omhoogladen, omwille van dat YouTube daar zo zijn eigen regels heeft. En als het over medicijnische informatie gaat, zij u heel rap gaan beletten om iets op te laden dat niet aan hun term voldoet. En de waarheid voldoet maar niet de termen aan YouTube, van YouTube. Dat is nu maar een keer spijtig genoeg zo. Nu, vanavond hebben we vrijdagavond de 19e augustus, vlak voor de Sabbat begint, want de zon is al aan het ondergaan. Dat is al iets na 8 uur 's avonds. En ik heb Arnoud uitgenodigd om met mij samen nog een keer een opname te doen van een klein uurtje ongeveer. We gaan niet zien hoe ver dat wij komen. We hebben veel verschillende dingen te bespreken. We willen over zijn kanaal spreken en video's die hij gemaakt heeft, die jullie, zal ik jullie dan ook laten zien. En vooral ook over zijn vertaalwerk, zoals Heersers van het Kwaad, waar we een keer dieper op ingaan en wat er momenteel aan het doen is. En ja, voor het moment zeg ik dan maar een keer Arnoud, hartelijk welkom tot de sessie vanavond hier. Dank je wel voor de introductie wederom. Dat is graag gedaan. Ja, dan gaan we weer verder waar we gebleven zijn. Hè? Gewoon wat algemene dingen praten over het vertalen en over mijn kanaal. Ik heb nou net de eerste 3 video's geüpload en gisteren ben ik in Ravenstein geweest en Velp Graven. Daar heb ik er eentje van opgeload en die andere die staat voor morgen in de première. En was weer leuke video's. Ik heb dat gedaan. Ik heb er 2 extra's gedaan omdat de eerste 3 die waren goed ontvangen. Dus een aantal mensen hebben ernaar gekeken en ik heb leuke reacties gehad. Dus ik denk, ik doe er nog 2 waarvan ik wist dat die hier in de buurt Jezuïetenhuizen zijn waar Jezuïetengeschiedenis is. Dus vandaar dat ik het nog 2 video's heb gemaakt. Ja, dit hier is je kanaal. Eventjes een keer laten zien. Lion of Judah. On the top, The Notorious Christian. Je hebt 224 abonnenten. Daar kan men altijd nog aan werken om wat meer te krijgen. Maar dat is in Nederlandstalig niet zo makkelijk, denk ik, als je zo dingen bespreekt, gelijk jij doet, om daar veel mensen voor enthousiast te maken. Ik heb deze video hier bekeken, Part 1, Tour of Nijmegen. Wat ik hier even start. En ik heb daar, was dat niet hier? Ik heb ergens een keer een commentaar geplaatst. Was dat niet in deze? Dan moet ik eens een keer zien, welke was de eerste video die ik gezien had van jou. Ik heb nog niks gezien qua commentaar van jou, dus. Weet ik niet waar die gebleven is, want je hebt daar. Dat was dat video waar je dit huis besproken. Hier, was dat deze hier? Deze hier moet dat geweest zijn. Hier is geen commentaar. Welk huis was dat? Wat? Welk huis bedoelde je? Ik heb daar 2 links in gedaan, want je hebt daar met dat huis wat je hier besproken hebt, dat was toch deze video hier. Ja, hier. Over dit beeld, daar heb ik nog gezegd, hier aan de zijkant, daar is Augustine en dan had hier
Dat beeld, dat is SMIC of zoiets wat daarin staat. Wacht eens een keer. Ik kan het een keer wat groter maken. Ja, dat is een heel apart, apart gebouw is dat. Ik ben binnen geweest en heb ik met die man gepraat die het dus aan het verbouwen is. En die heeft mij een beetje achtergrondinformatie gegeven over wat het is. Ja. Maar dat is wel heel algemeen, alsof het gewoon door iemand, die geïnteresseerd was in dit soort artifacts uit de Romeinse tijd, zo eventjes uit de grond werd gestampt. En dat is natuurlijk niet waar. Daar zit veel meer achter. Ja, maar in elk geval, hier zijn ja deze beelden hier. En aan dat ene staat aan de zijkant, daar staat iets van SMIC of zo. Hier hebben we dat ene beeld. Dan zegt hij, dat is denk ik Augustinus. Keizer Augustinus. Aan de andere kant is Nero. Hebt ihr ja gesagt. Und dann habt ihr ja noch das an die andere Kante hier, wenn ich hier sehen. Hier ist. Das ist Nero, glaube ich. Das ist Nero. Das hier Augustinus. Da, wie seht ihr hier? Augusti. Ja? Augustinus. Was hier stand sie da? Und dann an der anderen Kante. Das hier. SMIC of zoiets. En ik had dat opgezocht. Volgens mij daar... Vespasius of zoiets. Ik heb daar een commentaar over geschreven. Dat ging over een of andere Mariaanse zustergemeenschap. Voor wat die afkorting daar stond. Ik heb dat nog opgezocht. Ja, het is ook echt om de hoek van het oude Canisius College. Dus dat is ook wel weer apart. SMIC, waar was dat ergens hier? Ja, salaire minimum, daar heeft het niks mee te doen met minimum salaris. Ach ja, nu vind ik dat niet meer. En ik snap ook niet waarom die commentaar dan niet is. Misschien heb ik niet op publiceren gedrukt of zo. Ik weet het, zou ik niet weten. Maar dit was de eerste video die ik van jou gezien had. Vond ik heel interessant. Voor zover, maar ik heb niet die tijd om ze allemaal te zien. Dan heb ik hier Medieval Ravenstein gezien. Tot 16 minuten. Daar moet ik nog verder kijken. Daar kunnen we natuurlijk een keer over. En toer nummer 2, die moet ik nog gaan bezien. Daar kun je natuurlijk een keer een beetje over vertellen wat je daar precies gedaan hebt. Zal ik in de tussentijd een keer een van die video's laten lopen? En zonder geluid. En dan kunnen we dat misschien een beetje uitleggen voor onze toeschouwers. Deze video die je nou ziet, die is in de stad genomen. Ik wilde eigenlijk eerst gewoon een video maken van... Ja, bepaalde gebouwen die met katholieke historie te maken hebben en jezuïtische historie, omdat Nijmegen ja ook nog steeds een universiteit heeft die ontsprongen is uit de jezuïtencollege en we hebben natuurlijk een rusthuis. En vanuit daar ben ik meerdere gebouwen tegengekomen, zoals dit is de kerk van Titus Brandsma. En Titus Brandsma is geloof ik door Franciscus zelf tot heilige verklaard. Dus ik laat een beetje zien hoe het eruit ziet en wat voor teksten ze hebben. En ja, dat klopt natuurlijk helemaal niet met de Bijbel allemaal over een wereld, universum en de eeuwige brandende, ja, daar heb je hem hier zo, vlam. Waarvan wij weten natuurlijk dat dat Lucifer is. Deze kerk is ook gebruikt door de Jezuïeten, geloof ik. En zo heb ik een beetje een tour gemaakt en geef ik wat informatie erbij. Ik heb die informatie zelf van Wikipedia afgehaald. En ik heb de links in de beschrijving gezet allemaal, zodat de mensen zelf een beetje door kunnen nemen. Het is wel in het Engels, omdat ik zoveel mogelijk mensen natuurlijk wil bereiken. En het zijn natuurlijk ook heel veel mensen die het kijken, die uit een ander land komen en misschien niet de middelen hebben om een keertje naar Nederland te komen. En vooral Ravenstein is wel leuk misschien, omdat dat een middeleeuws dorpje is, dan weet ze een beetje hoe dat eruit ziet allemaal. Dus het is een beetje een kleine tour met informatie erbij. En ja, ik ben in één kerk geweest, Canisius Kerk. En ik verspreek me nog wel eens. Ik heb geen Adriaan Pietersen producer team achter me staan. Dus het is allemaal met de telefoon gedaan. Ik probeer duidelijk te spreken en soms maak ik een foutje. Dus dat rectificeer ik dat dan ook meteen. En als ik daar pas later achter kom, dan doe ik dat in de beschrijving. Dat ik het... dat het iets anders moest zijn dan dat ik zei. En ja, als mensen aan of opmerkingen hebben, dan zijn ze altijd welkom wat dat betreft. En ik ontmoet ook altijd heel veel mensen als ik dit doe. En dan praat ik ook met ze over wat het is en wat het inhoudt en hoe het zich verhoudt tot het heden. En zoals gisteren ben ik in Marienburg geweest en dat is een oude noviciaat.
een groot huis van de Jezuïeten geweest tot, wanneer was het, 1960 geloof ik. En Peter Hans Kovenbach heeft daar zijn noviciaat afgelegd. Maar het is nou een huis voor ouderen die revalideren, dagbesteding hebben. En er zijn 20 mensen die daar vastwonen. En ik heb met de receptioniste gepraat. En ja, die wist eigenlijk wel wat van de Jezuïeten. Dus ik heb ze wat uitgelegd. En die vond het ook allemaal heel interessant. Dus die heb ik een paar boeken gegeven, een paar links gegeven. En ja, op die manier hoop ik de mensen naar God te krijgen, naar de Bijbel. En dat, ja, dan doe ik de nadruk altijd op van, ik heb het niet van mezelf gekregen. God heeft het mij geopenbaard. Ga alsjeblieft de Bijbel lezen. Neem de historie erbij. Ga de Bijbel lezen en kijk wat er op dit moment aan de hand is. Dus ja, dat is eigenlijk mijn doelstelling daarmee. Vind ik een heel interessante manier hoe dat je benadert en hoe dat je aan die mensen allemaal uitlegt. Ook die films die je maakt, ik moet echt zeggen, ik was verrast dat je die met je telefoon gedaan hebt, want die beeldkwaliteit is echt zeer goed. De toonkwaliteit kan daar ook heel goed mee weg. We zien hier op je kanaal dat je hier een paar afspeellijsten hebt. Van onder andere hier Tom Fress, The Ark and the Dove. Dat is iets, dat kan ik iedereen aanraden, dat moet die gelezen hebben. Of gehoord hebben. Als je The Ark and the Dove van Tom Fress gehoord hebt en dat boek eventueel meegelezen hebt, dat denk ik online ter beschikking staat. Weet ik niet, staat dat online ter beschikking? Weet je dat even? Ik geloof het wel, ja. The Ark and the Dove, ik dacht het van wel. Als je dat boek leest en daarna leest je Heersers van het Kwaad, dan heb je een ongelofelijke verstand van de Amerikaanse geschiedenis. Dan kun je met elke Amerikaan urenlang discussiëren zonder dat die je verweer kan geven, want je kunt alles belegen. En je hebt meer verstand van de Amerikaanse geschiedenis dan de meeste Amerikanen zelf. Ik wil nog eventjes hier over mijn Archive-account gaan. Da staan ja vele verschillende Werken op en onder andere staat erop Heersers van het Kwaad, wat je hier ziet. Ik heb dat hier eens een keer in groot geopend, dat is de PDF die je kunt downloaden. 341 bladzijden, dat boek dat je vertaald hebt, maar zoals je schrijft, notities, bibliografie en index niet inbegrepen. Dus je hebt dan die dingen niet ook nog vertaald daarnaast, maar waarschijnlijk wel bijgedaan in origineel in Engels, veronderstel ik. Dan moet ik even zelf nakijken wat het ook weer was, want ik ben met zoveel dingen bezig. Ja, de notities. Index, die is helemaal van achter zeker. Hè? Dus, Die heb ik wel achter, heb ik die vertaald nog. Dat, ja. is toch allemaal vertaald, hier is toch allemaal goed. Er zijn heel veel bronnen, bij. Ja. Nu, wat ik persoonlijk interessant zou vinden, als we hier eens een keer eventjes gaan doorgaan, dat we tenminste een keer het eerste kapitel gaan lezen. Dat moet niet nu, dat kan gerust een andere keer. Maar ik weet niet hoe jij dat ziet, Nout, maar ik zeg tegen die mensen altijd van, als je dat eerste kapitel van Tapper Sauce's boek Heersers van het Kwaad kan weerleggen, dan kun je dat boek in de vuilbak smijten. Maar als je dat niet kunt weerleggen, dan ben je verplicht om verder te lezen. Mm-hmm. Ik weet niet of dat jij dat op een gelijkaardige manier ziet. Ja, het is een boek wat je gewoon meteen pakt. Het gaat niet alleen over meteen pakken, het gaat over de feiten die goed met bronnen aangegeven, uitgelegd worden in het eerste kapitel. Ik heb het dus niet over het voorwoord, dat zijn ook allemaal interessante dingen. Hè? Als we hier eventjes niet naar beneden scrollen, hebben we hier een van de interessante uitspraken in het begin van het boek. Het eerste wat u in dit leven kunt doen is onderschatten van uw vijanden, die van William Jefferson Clinton gedaan is, deze uitspraak. William Jefferson Clinton heeft nog een andere interessante uitspraak gemaakt, die jij waarschijnlijk kent, maar veel van onze toeschouwers misschien niet. William Jefferson Clinton heeft ook tijdens zijn presidentschap gezegd dat William Milton Cooper, of kort bekend bij de mensen als Bill Cooper, de gevaarlijkste Amerikaanse radio-host is, radiomoderator is, die dan in 2001 tussen aanhalingstekens toevalligerwijze op 5 november vermoord werd. Een heel interessant verhaal daarachter nog. Dat is ook een uitspraak die Clinton gedaan heeft. Clinton was een Rhodes Scholar. Clinton heeft op Georgetown University gestudeerd. Clinton was een hoogvrijmetselaar, of is een hoogvrijmetselaar.
Dus wat daar allemaal bijeenkomt. En uitgerekend die mens gaat hier in het voorwoord van F. Tapasosi staan. Het ergste wat u in dit leven kunt doen is het onderschatten van uw vijand. En Nout, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar ik vind dat doet iedereen die de Bijbel niet kent, die onderschat zijn vijand, want die kent zijn vijand niet. Het is ook Denk zo'n jij dat uitspraak ook? geweest van een of andere acteur. Ik weet niet meer wie die zei van the biggest trick that the devil pulled was Ja, was telling to people convince the it world that he doesn't doesn't exist. exist. Ja, zoiets was het, ja. Het is een Ja. beetje dezelfde soort uitspraak. Ja, dat is in feite een uitspraak die is gebruikt in de film The Usual Suspects. Ik weet niet of dat je die kent, Ja, die ken ik wel, ja. met hoe noemt hij weer, die acteur. Keizer Sonne, nee, maar dat Ik is niet af. zal hem u laten zien. Ik heb dat filmpje hier. Je kunt dat nu niet horen, maar je kunt dat een keer meelezen. Kijk eens een keer, als je mijn Rijn-Duitse kanaal open doet. Der größte Kevin Trick, Spacey, is dat den hem? der Ja. Teufel je gebracht hat, Ja. war die Welt glauben zu lassen, es gäbe ihn gar nicht. Ja, the biggest trick that the devil ever used was to convince the world he does not exist. En dat is een filmpje, in Duits vertaald, dat ik op mijn Rijn-Duitse kanaal afspeel. Dus als je op die kanaal bezoekt, krijg je dat 7 seconden lange clipske eventjes voorgespeeld, gelijk dat wij hier juist gedaan hebben. En dat is Kevin Spacey. Kevin Spacey, die ook in Georgetown Universiteit geleerd heeft, gestudeerd heeft, wie zegt, gelernt heeft, dus geleerd, leren is ja lesgeven, nee, heeft dat dus gestudeerd. Ik heb ook een keer een video gemaakt over Georgetown Universiteit op mijn hoofdkanaal. Ik weet niet of dat mensen dat al eens een keer gezien hebben. Kunnen we eens een keer gaan. Oh ja, mijn kanaal heb ik nu hier niet open. Ik zal het eventjes een keer open doen en jullie dan een keer laten zien. Voor die mensen die natuurlijk het Engels kunnen, is dat interessant. Als je hier ziet in die afspeellijst van Hour of the Truth, daar is er hier een: Hour of the Truth, The Devil's Playground, Jesuit. Georgetown University, een video van 1:26 dat ik gemaakt heb. En waar we onder andere zo mensen als Kevin Spacey tegemoet komen. Ik zal het een keer eventjes open doen. Een keer dat geluid is uitgeschakeld. Maar hier hebben we dus ook een optreden in Georgetown Universiteit van Kevin Spacey. Er zijn verschillende mensen die hier optreden. Dat is een video dat hier een paar minuten lang loopt. Alle mensen die hier in Georgetown een optreden hebben. Ja, ik sta er altijd van te kijken hoeveel mensen ook in die zaal zitten, dus die gewoon weten wat er aan de hand is allemaal. Ja, velen weten niet wat er aan de hand is hier. Hier hebt u Bill Clinton, ne? Voilà. En de directeur van Georgetown Universiteit is dat, denk ik, op dat ogenblik. Kevin Spacey, waar hebt u die hier? Wacht eens, die komt ook nog ergens hier voor. Daar hebben we die andere demon. En nog Ach, eentje. allemaal demonen, ja. Carrie was daar juist, dacht ik, hè? Ah, hier, wacht, dat is weer een ander filmpje. Dat is Oh, Obama. was dat filmpje met George van oh. Kevin Spacey komt da so in en hij heeft dan nog. Ja, Susan Rice. Ja. Dus so loopt dat hier door en dan komt daarna de volgende. En dan gaan we speeches geven. En dan komt hier die. En dan komt. Ah, Newt Gingrich, die was Präsidentschaftskandidat in 2008, Ah als ich ja. mich jetzt erinnere. War es nur hier die Kevin Spacey? Die ist hier bei, ne? Boah. Also, ich will das nicht helemaal durchlassen laufen, dann suche ich ein Bildchen da rein und dann kiese ich präzise alte dann das Bildchen, wann der da nicht bei ist. Maar eigenlijk zijn het natuurlijk allemaal acteurs, hè? Het zijn allemaal alumni die daar in feite optreden. Ne? Alumni wil zeggen afgestudeerden van. Ja? Hier heb jij Mrs. Clinton. Ik heb bij het filmpje van de Universiteit Nijmegen heb ik ook een link gestuurd of in de beschrijvingen gedaan met de alumni van de universiteit. En daar zit ook een hele hoop politica tussen. Ja, een hele hoop, ja. Ja. Heel veel. En vooral die van D66, die ons land op dit moment aan het afbreken zijn.
De Hans van Mierlo, dat is een van de twee stichters van D66. Ja, 66. Van die partij, ja, juist. Die van Kaag, die vrouw die getrouwd is met een extremistische moslim. Die financieel minister is, maar daar helemaal niks aan doet. Die ons land via het WEF aan het afbreken is samen met onze president Rutte. Ja, Yuto Bono. Bono, ja. Bono is een Knight of Malta, dacht ik. Dus een ridder van Malta. En die treedt hier nu op. Onze koning Willem-Alexander is trouwens ook een Knight of Malta en ook in de Order of the Garter. Dus hier, daar is Bono, helemaal links, hebben we eens gezien, daar, hier. Daar is hem, nu in het midden hier. Oh ja. Ja, daar treedt Bono op. En dan, ik dacht daar juist met Obama was gedaan, maar het gaat nog verder. Oké. Okay. Ergens moet hier ook een keer Kevin Spacey komen, weet niet waar. Je ziet, dat is een lang video. Dat is die andere acteur, geloof ik, toch, die dat kwam? Michael Douglas, of wie was dat? Ja, leek er wel op, ja. Ja? Hm. Wacht, ja. Die, ja. Dat is Michael Douglas, hè? En een vader, hè? Ja. Michael Douglas en Kirk Douglas, hè? Nee. Die heet, is dat Emilio Estevez? Michael Douglas en Emilio Estevez, ja, dat zou kunnen zijn, ja. Ja. Ook van die andere, weet je, die drukte. Ja, dat was die televisieserie gedaan heeft, iets met Man, hoe noemt hij dat weer? Die ook gespeeld heeft in Wall Street. Kom nu niet op. Ja, ik ga het opzoeken, dan gaan we. Kom nu niet op. Charlie Sheen, de familie. Charlie Sheen, precies, ja. Als je dan een keer weet, hè, die mensen noemen ja Sheen, hè? Dat is ja, Martin Sheen en Charlie Sheen. Ja. Aber, maar dat is hier Emilio Estevez, denk ik. Dat is zijn de broer van Charlie Sheen. Weet je waarom dat die Sheen noemen? Dat zijn Ieren, geloof ik, hè? Nee, die hebben de naam genomen van Aartsbisschop Sheen in Amerika, een Jezuïet. Ah, en hier heb jij, een van de evangelicale kerkleiders in Amerika, ik kom eventjes niet op zijn naam. Hier heb jij Ron Paul, die al een keer voor president gelopen is, die bekend geworden is omwille van de Federal Reserve Bank, die nationale bank van de Verenigde Staten van Amerika. Je kent natuurlijk de Terminator, die kent iedereen, moet je niet voorstellen. Waarom vind ik nu dat beeld echt, ik vind hier iedereen, ja, ondertussen had ik waarschijnlijk beter de hele video kunnen laten doorlopen. Anders moeten mensen het maar gewoon even zelf kijken. Ja, dat gevonden. Ja. Ja, dan hebben jullie nog iets om naar uit te kijken in elk geval. Ik vind hem gewoon weer hier op dit ogenblik. Hij komt daar binnengelopen met een t-shirt waar Georgetown Universiteit ook dik geschreven op staat. Jesuit Georgetown Illuminati, Witches, Wizards and War Criminals, MP4. Ja, dat video laat ik onder andere in deze video van Georgetown Universiteit zien. Dus dat is heel interessant, vooral als je dan even weet wat achter Georgetown allemaal staat. En dan komt er zo'n president als William Clinton vandaan. Dan gaat het boek verder. Hier worden dan die verschillende beelden uitgelegd. Die zijn, of die namen van die beelden gegeven, die je allemaal hier ook vertaald hebt. Dat begint dan hier met het Kapitoolgebouw in Washington. Dat in feite niks anders is als een afbeelding van het van de tempel van Jupiter die in Rome staat, in de Vaticaan. Dan hebben we hier de voorrede, het voorwoord, de oriëntatie. En dan gaat het hier daarna eventjes beginnen met Heersers van het Kwaad, de Heilige Alliantie, ne? Of de Onheilige Alliantie. How Reagan and the Pope conspired to assist Poland's solidarity movement and hasten the demise of communism. Dus in Vlaams gezegd, hoe dat de Amerikaanse president Reagan en de paus, in dit geval John Paul II, samen geconspireerd hebben of een complottheorie opgericht hadden om de Poolse solidariteitsbeweging te ondersteunen
en de val van het communisme teweeg te brengen. Dat is het van. Staat eronder, de vertaling staat eronder, hoor. Ik weet niet of je. Dat heb ik nog niet gezien. Ik heb, dan heb ik het zo slecht niet gedaan, hè? Maar okay. het was goed in de buurt. Ja, het was goed in de buurt, ja. Hey, voor iemand die nog bewijzen moet als taxichauffeur dat hij Nederlands spreekt, heb ik het zo slecht niet gedaan, hè? Nee, dat klopt. Het is altijd moeilijker als je drie talen spreekt om van de ene taal naar de andere en dan weer naar de andere te springen. Dus, ja, dat is waar. Onderbewust Rome, dus Underground Rome, zoals dat in Engels noemt, dat eerste kapitel. Dat kapitel moet je gewoon lezen. En daar zul je versteld van staan en dat zou je interesse zeker opwekken om verder te lezen. En ik persoonlijk stel voor, Nout, dat wij eens dan een keer werk van doen. En dat we dat een van de volgende keren misschien een keer gaan samen lezen en bespreken wat er allemaal in staat. Nu, je hebt hier dat beeld gezien van dat Time Magazine, omdat Tapper Saucy heeft daar zo tekeningen bij zijn boek gedaan. Maar je hebt die ook in het echt, namelijk als je bijvoorbeeld naar de Duitse versie van dat boek gaat, Herrscher des Bösen, wij gaan dat eens een keer eventjes open doen, daar heb je heel veel bijkomstige informatie ook nog mee bij dat boek. En daar staat dan onder andere ook de, wacht eens, we kunnen zien als we hier naar het dingen gaan, dat is gewoon het boek en dan komen hier die Ergänzung der deutschen Übersetzung, dat pagina 308, ungefähr da moeten we zijn. En daar heb je hier dat beeld van dat originele Time Magazine. Ja? Oh ja. Dat is dus, wij hebben, als ik dat boek in Duits gelezen heb, dat zijn twee christelijke broers die dat vertaald hebben. Eén heeft daar de leeuwendeel van, vooral de fijnheid van dat werk op zich genomen, dat is broeder Victor. We hebben dan ook nog hier de Time-artikel vertaald uit het Duitse. Ja, dat is die artikel, de Heilige Alliantie. Wie sich Regen und der Papst zusammengetan haben, um die Solidaritätsbewegung in Polen zu unterstützen und den Untergang des Kommunismus zu beschleunigen. Und wir haben hier den hele Time-artikel vertaald nach Deutsch und besproken tijdens de lezing van Herrscher van het Kwaad in Deutsch, Herrscher des Bösen. Ja, ich habe da enkele gedaan. Wir haben uns bezig gehouden mit Niccolò Machiavelli. We hebben ons bezig gehouden met de kunst van de oorlog. We hebben ons bezig gehouden met Miranda Prozos. Dat is een pauselijk encyclicaal dat bepaalt dat de Romeins-Katholieke Kerk het recht heeft om alle media voor haar propaganda te gebruiken en alle media te bezitten in Inter Mirifica. Miranda Prozos kwam 1958 uit van nog paus Pius den 12. En dan dat volgende was van Johannes den 23. Of den 22. Wat was weer? Dat is die paus die al twee keer bestond. Of hier van Paulus den 6. Paul den 6. Al de andere was al dood. Kwam er hieruit dan Inter Mirifica. Ja? En daar staat er hier. Hier unten in de laatste Alinea. Moet ik eventjes meelezen. Die Kirche hat also ein ursprüngliches Recht darauf, jedes dieser sozialen Kommunikationsmittel zu benutzen und zu besitzen, soweit es für die christliche Erziehung und ihr Wirken am Heil der Seelen notwendig und nützlich ist. Zur Leben vertalen nach Nederlands, dann ist das ungefähr, die Kirche heeft dus ein ursprüngliches Recht auf Geboorterecht darauf, elk van deze soziale Kommunikationsmitteln zu benutzen und zu besitzen, voor zover dat het de christelijke opvoeding en het werken in de heil van de zielen noodwendig en bruikbaar is. Ik denk dat ik het ongeveer goed vertaald heb. Hè? Dat is verstaanbaar. Hè? Ja, dat is prima. Waarbij je natuurlijk christelijk moet vertalen met katholiek. Hè? Christelijk bedoelt natuurlijk katholiek. En katholiek, katholicisme en het christendom hebben niks met elkaar te maken. Zijn zo ver uit elkaar als de hemel en de hel. Maar de Romeins-Katholieke Kerk zegt dus dat ze daadwerkelijk een geboorterecht heeft. Dat het haar oorspronkelijk recht is, dus van geboorte aan haar recht is, om alle media te bezitten. Dat spreekt maar, over... Ja, zeg maar. Maar de paus heeft zich toch ook soeverein verklaard over alles, hemel, aarde en hel. Dus ja, ja, met de tiara. Dus, het is logisch dat ze dit soort dingen dan ook eventjes apart benoemen in een encycliek.
Maar ik zeg ook in mijn filmpjes waar nou tegenwoordig bedrijven of stichtingen in zitten in die kloosters, zodat ze het zo weer kunnen toe-eigenen. En volgens mij hebben veel mensen dat niet door. Dat de katholieke kerk, als ze willen, dat ze gewoon alles zichzelf kunnen toe-eigenen, omdat ze zich soeverein hebben verklaard. Ja, nu, wij hebben de moeite gedaan om dit hier, hier zie je dus de link in. Dus als je hierop klikt, nu kun je alleen maar die bladzijde doen, maar als je dat document downloadt als pdf, heb je een werkende link daarin en dan kun je naar de Vaticaan website zelf gaan, zie je hier, vaticaan.va-archive, documents, Vatican Decree Intermirifica, in Duits. Je kunt dat ook in andere talen krijgen, ik denk zelfs in Nederlands, moet je een keer kijken of dat in Nederlands ook beschikbaar is. En dan kun je dat papier zelf lezen, op de Vaticaanse website zelf. Dus alles wat hier staat, is rechtstreeks uit die Vaticaanse website afgefotocopieerd. Vandaar, ja? Zonder één woord aan te veranderen. Maar het gaat natuurlijk dan wel over dat we dan dat besproken hebben. En dan met die bespreking natuurlijk dan gezegd hebben van, ja, wat is nu het gevolg daarvan? Hè? Dan hebben we nog gesproken over de katholieke Grondingsvaters, oprichters van de Verenigde Staten van Amerika, over die niemand niet spreekt, de Carroll-familie. Nou, we hebben daar drie verschillende mensen. We hebben Daniel Carroll, Charles Carroll en John Carroll. Waarvan John Carroll een Jesuitenopleiding had in St. Omer. Hier in vroeger was dat België. Dat is nu noorden van Frankrijk. Die is 80 jaar oud geworden. Hij was de oprichter van de eerste Amerikaanse katholieke diocese in Boston. De oudste diocese die er bestaat. Hij is de oprichter van Georgetown University. Dus allemaal interessant, hè, over die we juist gesproken hebben. En dan hebben we hier nog Uruk. Daar hebt ihr verleden week over gesproken, hè? Ja, klopt, ja. Over Uruk. We hebben hier een artikel uit het Duitse magazine Der Spiegel. De Spiegel. Aufbruch in die Zivilisation, dus op de nieuwe civilisatie, en daar gaat het hier over Uruk. Daar zijn ook beelden daarmee bij. En dat is uiteraard de eerste grote stad in feite van de tijd van voor de vloed nog. Ja? Dus dat bestaat al zo lang. Hier ziet u ook de naam Uruk. Ja? Kennen we Uruk uit die tijd in Inschriften uit de Gilgamesch. En de Gilgamesch is zo gezegd de oudste bestaande overleveringen van de mensheid. Dat is natuurlijk totaal heidens. De oudste bestaande overlevering van de mensheid is de Bijbel. Maar de Gilgamesch staat er dus tegenaan. In elk geval zegt men van dat men uit die tijd van Gilgamesch hier nog geen inschriften kent. Maar het is heel interessant om te lezen. We hebben dus echt extra werk gedaan om hier nog veel dingen bij te dragen. In dat Duitse boek Heersers van het Kwaad. Maar ik zeg het hier, dat eerste kapitel, Das verborgene Rom. Zoals we daar juist al gezegd hebben in Nederlands, dat moet je echt een keer gaan lezen. Dat is ongelooflijk interessant. En als je dat eerste kapitel kan weerleggen, dan moet je dat boek verder niet lezen. Dit is dus de Duitse versie. En hier hebben we dan Heersers van het Kwaad, de Nederlandstalige versie. Ja, ik heb nu zoveel gepraat, maar ik wil jou eigenlijk ook eens een keer tot woord laten komen. Hoe komde jij dan nu op? En hoe maakte jij die tijd vrij? Om een boek van 340 bladzijden, je hebt het Engelse origineel genomen van Tapassosi, om dat te vertalen naar het Nederlands. Daar zou ik toch eens een keer een paar woordjes uitleg van jou willen. Ik denk, onze toeschouwers zijn ook eens geïnteresseerd om daar een beetje wat over te horen, Nout. Hoe ik dan gekomen ben? Ja, dat is een goeie. Ik heb een keer contact met jou gehad daarover, geloof ik, omdat ik een boek wilde vertalen. En toen zei je van Romanisme en de Reformatie. Dat is hem dus niet geworden, de eerste. Maar daar ben ik nog mee bezig nou. En ja, ik vond sommige boeken zo interessant qua onderwerp en qua informatie. Dat moet gewoon gedeeld worden met de mensen. En in Nederland spreken de meeste mensen wel Engels, hoor. Maar het zijn toch de mensen die zeggen van, ja, maar ik wil niet in Engels lezen. Dat wordt me toch te moeilijk. Die verzinnen allerlei excuses om het dan maar niet te gaan lezen. Dus ik dacht, weet je wat, dan vertalen we het gewoon naar het Nederlands toe. Dus vandaar. En ja, de tijd. Hoe ik het altijd vertaal is gewoon, heb ik een diepelpagina, zeg maar vertalingspagina. En dan doe ik per hoofdstuk
heb ik de Engelse tekst. Die zet ik er dan in en dan vertaalt hij hem. Dan lees ik het zelf even door. Dan zet ik het eronder. En zo ga ik per hoofdstuk ga ik verder. En dan lees ik het een paar keer door of het überhaupt wel klopt. En dan verwijder ik het Engelse tekst. En zo ga ik de hele tijd verder. En als ik dan klaar ben, dan pak ik de plaatjes erbij, de afbeeldingen erbij. En die zet ik dan in de juiste vorm. Natuurlijk moet de grammatica moet in orde zijn. Dus ik heb er een grammatica scanner overheen gedaan. En daarna lees ik het boek zelf ook nog twee keer door zo'n beetje. En ja, dan staan er nog steeds fouten in. En als ik denk dat het oké is, dan staan er ook nog steeds fouten in meestal. Maar voor mij gaat het meer om de inhoud, dat er inhoudelijk alles klopt. En of het leesbaar is, dat de zinsopbouw een beetje klopt en ook overeenkomt met het boek. En ik leer er zelf natuurlijk ook een hoop van. Hoe vaker je iets herhaalt, hoe meer het blijft hangen. Bij mij in ieder geval. En ja, ik vind het ook leuk om te doen. Ik heb nou geloof ik ook dat andere boek. Hoe heet het ook alweer? Ik heb het hier voor me liggen. Behind the Dictators. Achter de dictatoren, ja. Dat heb ik gedaan. Daar heb ik ook nog niet helemaal nagekeken over qua spelling en zo allemaal. Maar ik heb het nou net uitgeprint in de bibliotheek hier in Nijmegen. Kun je dat gratis uitprinten. Dus ik denk dat ik dat maar eens ga doen met meerdere boeken. Eventjes nog een keertje doorlezen en kijken of het allemaal klopt. En ik ben dus bezig met de Romanisme en de Reformatie. En ik geloof dat jij graag wilde om dat boek te gaan lezen als ik daarmee klaar ben. En dat is wel een heel moeilijk boek om te vertalen trouwens. Want er zitten heel vaak dezelfde bijbelteksten bij. Ja. En dan moet ik de hele tijd kijken van, hoe zat dat ook alweer in de Nederlandse Bijbel, in de Statenvertaling met de Engelse Bijbel. Dus dat gaat nog wel een tijdje duren. Ja, ik denk dat Henry Grattan Guinness voor een grote deel wel de 1611 koning James gebruikt heeft. En dat is nogal redelijk overeenkomend met de Statenvertaling, als je het mij vraagt. Zover dat ik dat gecontroleerd heb. Maar anders kun je altijd de 1611 koning James zelf vertalen. Wees een keer aan het kijken, Romanisme en de Reformatie. Ik heb dat boekje ook al in Duits vertaald. Dus ik heb het hier op mijn archive staan in Engels. Het Engelse origineel. Maar ik heb het vooral dus ook in Duits hierop staan. Nu ben ik eventjes aan het zoeken. Als je zoveel dingen hebt en je kijkt er altijd op en neer, dan blader je soms over de belangrijke dingen heen. Je ziet het zelfs niet meer. Maar wat ook wel interessant is, nou ik het zie, is die doodshoofd met Inri. Justum Mega Regis in Prius. Ah dat ja. Ja, dat is de eed van de Jezuïten. Mijn laatste twee filmpjes ben ik dat symbool heel vaak tegengekomen. Echt absurd vaak. In Mariendal op de muur bij de begraafplaatsen daar. En ja, dat zegt dan wel wie diegenen waren die daar de scepter sloegen. En nog steeds slaan trouwens. Ja. Deze is dus de eed van de Jezuïten. Dat is de vierde eed die ze moeten afleggen. Die tot absoluut gehoorzaam. Dat is die de hoge Jezuïten afleggen. Dat is niet elke Jezuïet die deze eed aflegt. Dat zijn alleen maar de hoogste geïnitieerden die deze eed afleggen. Die is ook zeker interessant om een keer naar het Nederlands te vertalen. Als je dat die heb ik vertaald in het Nederlands. Die staat op mijn archive. Die heb ik al vertaald. Uit het Duits of uit het Engels? Uit Engels heb ik hem vertaald. Uit het Engels, ja, oké. Okay. Dat Engelse staat denk ik ook op mijn, op mijn website, weet ik niet. Maar ik heb er hier dus echt werk gemaakt van dat Duitse te vertalen. En dat heb ik dan ook nog permanent, compleet gelezen tijdens de lezing van Heersers van het Kwaad. Dus ik heb Heersers van het Kwaad eerst gelezen in Engels, dan heb ik Heersers van het Kwaad gelezen in Duits. Nu ga ik dan misschien ook eens een keer in Nederlands gaan lezen, dat moeten we nog een keer zien. Maar waar is hier nu Romanisme in de Reformatie in Duits? Waarom zie ik dat? Ja, hier. Omdat dat titelbeeld is gewoon, er is geen titelbeeld daarin, dat is gewoon hier zo'n beeld. Romanism and the Reformation in Duits, 219 bladzijden. Van Henry Grattan Guinness van 1888. Eerste Auflage staat hierbij, dus eerste Auflage, eerste Uitgabe staat hierop, omwille van dat het eigenlijk nog een verbeterde Auflage zou moeten geven, waar veel van mijn aantekeningen daarin zijn, maar die zijn er dus allemaal niet in.
Dat ligt daaraan dat die mens die dat boek toen vertaald heeft, daar heb ik geen contact meer mee. En die heeft natuurlijk ook daarmee gewerkt, dat PDF te goed samen te stellen. Dat boek heb ik gelezen op mijn kanaal en besproken ook natuurlijk. En dat is volgens mij, dat heb ik toen gezegd en dat zeg ik nog altijd, Romanisme in de Reformatie is naast de Bijbel het meest belangrijke boek dat elke Jezus Christus volgende christen moet gelezen hebben. Ja. Ja, dat is dit boek. En dat vertaalde jij nu naar het Nederlands. En dat zou dus heel fijn zijn als we dat eens een keer in Nederland zouden kunnen lezen. Want ik weet niet of dat daar mensen interesse voor hebben, Nout. Ik zal ook zeggen van, laat ons een keer, die commentaarsectie van deze video staat ja open. Ik heb bij de eerste video nog de tussen aanhalingstekens fout gedaan, want ik heb heel veel problemen met mijn andere video's, dat als ik tijdens de première de commentaarsectie al openzet, dat er heel veel seksueel getinte commentaren komen van YouTube-bots en dergelijke trolls die zich op het internet bewegen. En sinds dat ik mijn commentaren pas na de première inschakel, is dat voorbij. Maar ik heb gemerkt dat bij mijn eerste Nederlandstalige versie dus wel een paar mensen commentariëerd hebben tijdens de live-chat, dus tijdens de première, maar dat geen enkel commentaar eronder staat. En ik zal hier, als deze video nu uitkomt, hè, we hebben nu zeg het vrijdag de 19e, deze video komt uit op maandag, komende maandag, dat is de 22e dan zeker. Komt het in première uit en ik zal daar de commentaarsectie van begin af aan openzetten. Hopen dat ik dan niet deze YouTube-trolls krijg, deze bots krijg, die daar altijd die seksueel getinte commentaren opzetten. Maar ook dus na de première, mensen, als je die première kijkt, kom dan 5 minuten, als de première afgelopen is, nog een keer terug, dan zullen ze zien, de commentaarsectie is dan ten laatste dan al open. Kunnen een commentaar achterlaten en dan kunnen we ons een keer laten weten van... Ja, Nout en ik doen momenteel zo'n beetje hier ongescript natuurlijk een beetje praten over koetjes en kalfjes, zal ik bijna zeggen. Maar over belangrijke koetjes en kalfjes dan wel. Maar we hebben niet echt een script, we hebben niet echt een idee van waar gaat het over. We hebben allemaal dezelfde interesses, maar we hebben allebei zoveel al gelezen en geleerd dat we ook die mensen niet willen vervelen met voor de 1000ste keer dit nog een keer herhalen en dat nog een keer te herhalen. Jullie kunnen dan eens een keer voorstellingen doen in de commentaarsectie over wat dat jullie willen dat wij eens een keer praten. En als dat aanneembaar is, doen we dat. En vooral wat jullie daarvan denken, zullen wij dat boek eerst eens van het eerste kapitel lezen. Daar ben ik eigenlijk van overtuigd, dat gaan we sowieso doen. Of dat ze dan nu zeggen dat ze willen of niet. Maar jullie kunnen ja zeggen wat je daarvan vindt. En Romanisme en de Reformatie. Of dat jullie dat misschien al gelezen hebben in Duits of in Engels. En wat je daarvan vindt, dat Nout dat vertaalt en dat we dat dan... in Engels een keer, in Nederlands een keer lezen, Romanisme en de Reformatie. Ja, jong, ik was eigenlijk niet van plan om 50 minuten te praten, vooral niet in Nederlands, dat valt me sowieso moeilijk, merk ik, hoe lang dat ik ermee bezig ben. Is niet mijn gewone taal om dergelijke dingen te zeggen. Ik spreek over die, al deze boeken en die dingen, daar spreek ik in Duits over en daar spreek ik in Engels over, daar ken ik vaak de Nederlandstalige termen niet, dat maakt het voor mij hier en daar nog een beetje moeilijk. Maar Nout, ik laat jou graag een keer aan het woord, dat je nog een keer een beetje kunt overnemen. Misschien nog een keer een paar dingen hebt die jou op het hart liggen, die je graag een keer kwijt wilt, waar je graag een keer over wilt spreken. Nou ja, ik denk dat het wel leuk is als we inderdaad de heersers van het kwaad behandelen. En als we hoofdstuk 1 doen, dan kunnen we zelf wel kijken of we verder gaan met hoofdstuk 2 en het hele boek behandelen. En ja, dat Romanisme en de Reformatie, dat gaat nog wel even duren. Ik probeer het dan wel voor het einde van het jaar klaar te hebben. Misschien wel eerder. Maar ik ga ermee aan de gang. En als dat klaar is, dan zullen we er kijken of we dat boek gaan behandelen. Ik denk dat er wel animo voor is, voor dat boek. Wat je al zegt, het is heel belangrijk qua inhoud. Ik heb het volgens mij ook als een van de eerste boeken gelezen en gekocht toen de tijd. En het is heel duidelijk over wie de antichrist is en hoe dat is beschreven in de Bijbel. Een heel belangrijk boek wat dat betreft. Dan heb ik nog andere dingen om van het hart. Ja, het was weer een enerverende week. En ik heb leuke contacten gehad met mensen. Ik probeer altijd weer te praten over de Bijbel. En hoe het zich verhoudt met de wereld waar we nu in leven. Zo kwam ik in Raaf Stijn. En daar hadden ze dus een klooster van nonnen.
Ja, dat is niet meer in werking, maar de universiteit in Nijmegen zegt dat ze niet meer katholiek zijn. De katholiek hebben ze eraf gelaten. Aan het logo kunnen we zien dat ze nog wel katholiek zijn. Maar ik kwam daar dus en driemaal raden wie de eigenaar van het klooster was. De Universiteit van Nijmegen. Dus daar kunnen we wel van uitgaan dat het nog steeds katholiek is. En er was ook iemand bij die het huis daar een beetje ja, bijhield. Zeg maar een soort conciërge, daar heb ik mee gepraat. En die komt dus ook wel eens op de universiteit en die zegt van nou wat daar allemaal voor rare dingen op de muur hangen. Dat is echt absurd. En ik dacht al dat ik wist waar het over ging, over de LGBTHIXI of hoe ze mogen heten tegenwoordig. En hij zegt ja dat klopt inderdaad. Ze zijn de studenten echt aan het hersenspoelen met man is vrouw, vrouw is man. En ik begrijp niet dat mensen dat niet inzien. Vooral qua kinderen, ouders, let alsjeblieft op uw kinderen, want in de scholen daar geven ze tegenwoordig, ja, hoe moet ik het zeggen, schandalige, educatieve, het is echt niet te geloven. Ze zijn ze al van jongs af aan, op jonge leeftijd, zijn ze al aan het groomen, zoals dat heet. Ja, ik weet niet hoe dat in Nederland loopt maar, of in België, maar ik weet het van in Duitsland. Heb de vroege seksuele opvoeding, daar beginnen ze zelfs al in de kindergarten daarmee. Dus dat is preschool kinderopvang. Kindergarten is denk ik ook een bekend woord in de Nederlandse taal. Hoe zeg je dat? Kinderopvang dus voor de schooljaren, dus 3, 4 jaar. Ja, je hebt de kinderopvang, je hebt de basisschool, je hebt daarna komt de high school, de colleges, ja. En daarna komt de hoger beroepsonderwijs of de universiteit. Ja, en dus ze beginnen al nog voordat de kinderen naar school gaan in die kinderopvang met die vroege seksuele opvoeding, die in Duitsland voor een groot deel zelfs gebaseerd is op seksuoloog, die satanist, hoe noemt die daar weer? Oh ja, dat ken ik ook wel. Uit de jaren 30, 40. Kinsey Report. Op de Kinsey Report. Wat ik nu tussen aanhalingstekens grappig vond, deze week, als ik in de taxi zit, dan beluister ik een keer regelmatig het nieuws, want dat is de enige radio wat ik bij mij in het auto hoor, het nieuws horen, omwille van dat ik hier en daar met mijn klanten moet gaan spreken over die dingen die al zo in de wereld aan het lopen zijn. Maar voor de rest, ik kijk geen televisie, ik luister naar geen radio. Maar als ik in de taxi zit, dan luister ik wel eens een keer naar het nieuws. Die paar minuten per dag die dat loopt. En daar waren ze aan het vertellen over die apenpokken hier in België. Ja. En hoeveel mensen dan nu meer besmet zijn, omdat ze hier nu die vaccins aan het binnenbrengen zijn. En dat over het algemeen meer dan 90% van die besmette mensen mannen zijn. Uiteraard mannen die, de Bijbel noemt ze sodomieten en ik noem ze sodomieten, de wereld noemt ze homoseksuelen of gays of weet ik voor welke naam dat ze allemaal geven. Ik zeg sodomiet daartegen. Ja. Die mensen, mannen die dus verkeer hebben met andere mannen, dat zijn de meest besmette personen daarvan. Maar daar zijn ook een vrouw bij en twee die zich nog als man, nog als vrouw identificeren. Zeiden zo op de radio met bij. Daar dacht ik van, zo ver is het al gekomen. Hè? Dat je nu al zelfs die mensen hebt, die omwille van hun uitbundig seksueel gedrag, dat de Bijbel fornication noemt, ja, in het nieuws dan ook nog opdagen als mensen die zich nog als man, nog als vrouw willen identificeren. Wat zijn ze dan? Dan zijn ze iets onbeschrijfelijks. Volgens mij zijn het onbeschrijfelijk domme mensen. Maar dat mocht je vandaag de dag waarschijnlijk ook niet meer al te hard op zeggen. Maar ik ben het daar dus helemaal mee eens met jou. En deze vroege seksuele opvoeding is gewoon het bederven van onze kinderen van kleins af aan. En als je dat als ouder niet in het oog houdt, als je dat niet tegengaat, dan gaat het dus echt enorme problemen voor in de toekomst gaan kweken. Ja. Ja, ze hebben tegenwoordig dus ook al mensen die in die illegaliteit, hè, terwijl de politie het weet hoor, de overheden weten, die gewoon hormonen naar kinderen opsturen. Om ze het aan te moedigen om een ja, jongetje, meisje te maken, meisje, jongetje. Dat is gewoon een criminele organisatie die erachter zit. Ik volg een
YouTube-kanaal, dat heet The Lotus Eaters. Dat zijn geen christenen, dus daar moet je wel mee oppassen wat dat betreft. Maar die hebben heel vaak van dit soort onderwerpen over hoe het in Amerika gesteld is met dit onderwerp. En met, in Engeland met de hele linkse gedachtegoed. Maar ik maak me vooral zorgen over de kinderen, want het is echt absurd. Je hebt hier bij de basisschool heb je allemaal regenboogvlaggen hangen. Hmm. Nou, dan weet ik alweer genoeg. Dan hebben ze bijvoorbeeld weer een regenboogweek of een regenboogmaand. En dat wordt allemaal heel rustig gebracht. Stapje voor stapje doen ze het altijd, net zoals ze altijd alles plannen. Maar de uiteindelijke doelstelling is natuurlijk het legaliseren van pedofilie. En dat zie je nou ook al een beetje gebeuren in Amerika en in Engeland. Ja, het is Ja, dat valt vooral op natuurlijk als je dan zo mensen hoort als Ken Birchie. Ik weet niet of je daarvan op de hoogte bent. Ik heb op mijn Engelse kanaal The Papacy is the Antichrist een video omhoog geladen. Dat heb ik nu eventjes een keer op privé gesteld, omdat ik een copyright issue heb met Nicholas Arthur, die mij verwijt zijn eigendom te stelen. Met die zendingen van Tom Fress, waar Tom Fress in 2011 Ken Birdchief geïnterviewd heeft. Zoals de naam al zegt, Ken Birdchief. Birdchief, dat is dus een Indiaanse naam. Dat is iemand die in Amerika zat en die natuurlijk een ingeboren Amerikaan is, of Indiaan, zoals de mensen over het algemeen zeggen, die in een advocatenbureau werkt en die in 2009 een Jesuitencollege aangeklaagd heeft voor pedofilie. 450 gevallen zijn bevestigd, zijn voorgekomen. De rechter heeft toen het Jesuitencollege veroordeeld tot betaling van 166,1 miljoen dollar boete. De volgende dag hebben die Jesuiten zich laten failliet verklaren, dat ze die boete niet moesten betalen. En daar is maar via een bepaalde verzekering maar 68 of iets miljoen betaald geweest aan die 450 misbruikte kinderen en nabestaanden. En dat is maar de druppel van de ijsberg. We hebben hier in het Canisius College, hier in Nijmegen, hebben ze ook een schandaal gehad. Ja, maar ze hebben overal die schandalen. Die staan zelfs dagelijks in de krant en kan de mensen niet schelen. En het is zo dat ze proberen altijd alles af te kopen. Hè? Ja, als je een keer die film daar ziet van de Boston dingen daar, hoe noemt dat daar weer? Spotlight. Dat is een film, ik weet niet of dat je die kent. Nee. Dat is een film die kan ik je alleen maar heel warm aanbevelen om te gaan kijken. Ik weet niet of dat ik die hier ergens tussen heb, dat beeld daarvan. Spotlight. Ik heb dat beeld ergens, maar als ik het hier niet heb, nee. Dan heb ik het in mijn beelden voor video's. Ik ga het hier een keer zoeken. Spotlight. Dat is een film, een Amerikaanse speelfilm met Michael Keaton in de hoofdrol. Gebaseerd op de Pulitzer Prize winnende onderzoek naar pedofilie in Boston. En ook deze film, ik kan die echt aanraden om zich aan te kijken, maar is ook alleen maar een druppel op een hete steen. Want uiteindelijk komt het altijd daarop neer, als dan een priester zo gezegd, hoe zeg je dat, überführt wordt. Als ontdekt wordt dat hij dus die dingen gedaan heeft, voordat hij voor gerecht kan gesteld worden, want de wereldlijke justitie heeft geen justitie over de geestelijke macht. Ja? Dus onze wereldlijke gerechten kunnen priesters en hogere in de hiërarchie van de Romeins-Katholieke Kerk, dus dekanen, bischoppen, artsbischoppen, kardinalen en zeker een paus, niet voor gerecht brengen. Ja, die hebben ze geen jurisdictie over. Dat is ook zeer interessant als je de IPCC volgt van Kevin Annett. Die heeft datzelfde probleem. Maar Kevin Annett betrouw ik persoonlijk niet zo bijzonder veel omwille van dat hij zelf voorgeslagen werd voor de Nobelprijs. En iemand die in die kringen zit, kan niet christelijk correct zijn. Maar in elk geval, dus met die spotlightfilmen wordt het dan ook duidelijk dat als een priester dan
aangeklaagd zou kunnen worden, omdat bewezen wordt die en die kinderen heeft hij misbruikt en dergelijke dingen meer, dan wordt hij gewoon verplaatst naar een andere diocese. Dan wordt hij gewoon verplaatst naar een andere gemeente, om daar dan verder te doen. Dus daarom ik heb trouwens een ander boek van Charles Ginequy, 50 jaar in de kerk van Rome. Dat is ooit een keer door iemand anders vertaald, ik zou niet weten wie, maar dat heb ik ook op mijn archive.org staan. Dus dat is ook wel een interessant boek om te lezen en dan komt volgens mij dit onderwerp ook aan bod. Ja, dat komt nog meer aan het bod in zijn ander boek dat hij geschreven heeft, The Woman and the Confessional. The Priest, the Woman and the Confessional, ja, de priester, ja. De vrouw en de confessiebox, waar men dus voor de bicht gaat, de bichtbox, of hoe je dat wil zo, de bichtkamer, daar komt dat ook nog in voor. Dat is een heel besproken onderwerp. Het probleem is, als het in deze wereld voorkomt, die mensen trekken zich daar gewoonweg niks van aan. Dat zie je zeker in de naloop van de Dutroux-affaire, die 1996, ondertussen nog 26 jaar geleden hier in België omhoog kwam, en de resultaten. Of beter gezegd, die consequenties die eruit getrokken werden, daar waren namelijk geen. Ook deze film Spotlight heeft in dat opzicht geen happy end, maar ze tonen wel die onderzoek die daarna gedaan wordt, die dingen die daar aan bod komen. Maar die priesters worden dan niet achtervolgd, maar die worden dus gewoon geplaatst in een andere diocese. En dat is spijtig genoeg in de hele wereld ook altijd zo. Maar die film kan ik echt alleen maar aanraden voor mensen die die niet kennen, om eens een keer te gaan kijken. Dat is echt de moeite waard. Behandelt dat thema. En om eens een keer terug te komen op je boek van Charles Ginequy, 50 jaar in de kerk van Rome, 40 jaar, hoe noemt dat weer? Dat heeft 50 en 40 jaar. Allee, als wat, 50 Years in the Church of Rome is de originale Engelse titel. Dat boek van Charles Ginequy, dat is ook vertaald naar het Duits. En ik wil dat een keer lezen, en, als videowerk. En dat is vertaald van dezelfde publisher, hoe noemde dat, uitgeverij, die ook de Duitstalige Textus Receptus en Masoretische originele Bibelteksten gebaseerde Bijbel vertaalt. Dus de enige Duitse Bijbel die echt op de originele teksten gebaseerd is, de Schlachter 2000. En deze uitgeverij heeft dat boek van Charles Ginequy, 50 Years in the Church of Rome, vertaald. Ik heb dat eerste kapitel gelezen en ik heb na het eerste kapitel dat boek weggesmeten en gezegd van, dat kan doch wel niet waar zijn. Daar zeggen die vertalers op het einde van het eerste kapitel, nu gaan we een paar kapitelen overspringen, omwille van dat hier de Romeins-Katholieke Kerk in slecht licht gesteld wordt en daar willen we niet aan doen. Censuur. Ik dacht, dat kan doch niet waar zijn. Ik doe de moeite het eerste kapitel te lezen en dan gaan ze dat eruit halen. Dat is een heel goed boek, maar Charles Ginequy houdt zich voornamelijk bezig met zijn kennis van de aanslagen op president Abraham Lincoln in de tijd. Want hij was een persoonlijke vriend van Lincoln, omdat Lincoln hem verdedigd heeft in een rechtszaak waar de kerk hem aangeklaagd heeft van drankmisbruik en dergelijke dingen meer en dat niet waar kon maken omwille van Lincolns verdedigingsstrategie. En als ze dan uit dat rechtsgebouw de trappen naar beneden gingen, was Charles Ginequy aan het wenen. En de latere president Abraham Lincoln vraagde dan, waarom weende je nu? Ik heb je juist vrijgepleit. Je bent een vrije man en zonder blaam. En hij zegt van, ja, ik ween niet voor mij, zegt hem, ik ween voor u. Hebt u niet in de gerechtszaal gekeken? Daar waren 12 Jesuiten met hun gezichten en daar stond uw doodsvonnis op hun gezichten geschreven. Diezelfde aanslag die doet me een beetje denken aan de aanslag op Willem de Zwijger, Willem van Oranje, de eerste die door Balthasar Caesar, wat overigens niet zijn echte naam was, neergeschoten is. Dat is ook een beetje dezelfde vorm. Ja, Nederland heeft daar ook een heel interessante geschiedenis. Ik ben ook een keer interessant, ik moet daar zelf mijn kop nog in steken. Ik heb daar zelf niet al te veel over gestudeerd, maar de 70-jarige oorlog. 80 jaar. Oh, was 80-jarige oorlog? Ja, dat is bijna heel mensenleven als je erover nadenkt. Ja, dat is meer dan een heel mensenleven. De 80-jarige oorlog die plaatsvond tussen 1535 en 1615 of zoiets dan ongeveer was dat. Ja, waar ik gisteren geweest ben, dat was een beetje de grens, Graven en Ravenstein. Ja.
De stad heeft een rijke historie. In Graven zelf is bij de Maas is er ook een slag geweest tussen Alva, de troepen van Alva en de troepen van de 7 provinciën van Nederland. Alva is dus Spanje, voor die mensen die er niet zo bekend mee zijn. Omwille van dat de heersers van Spanje, die waren verwant aan de keizer van het Romeinse Rijk in de tijd. Die Habsburger, dacht ik. Dat is allemaal een en al dezelfde familie. En die Spanjaarden, daarom noemde het ja ook de Spaanse Nederlanden of Spaans-België in feite. Daar was je hier ook een Belgiënslag, de Guldensporenslag en zo van die dingen. Waar ze vandaag nog altijd over praten, maar geen flauw idee hebben waarover het eigenlijk ging. En deze 80-jarige oorlog, ja, die in Duitsland de 30-jarige oorlog vooruitging. En in Duitsland is met die 30-jarige oorlog meer dan 12 miljoen mensen vermoord geweest. Dat is bijna de helft van de Duitse bevolking. Ja. Ja, weet je wat er zo interessant is aan het dorpje Ravenstein? Toen de tijd lagen ze dus op de grens ervan, maar ze lagen net in het protestante gedeelte. Ze zijn toen beschermd door een of ander koninklijk huis, waar ik even de naam niet meer van weet. En die hebben dus een eigen vrijstaat hebben ze gekregen onder bescherming van dat koninklijk huis. Dus daarom dat de Jezuïeten daar nog steeds konden blijven toen de tijd. En ze hebben daarmee de opdracht meegekregen om te spioneren in het protestante kamp. Onder het mom van het beschermen van of de, het verplegen van gewonden en dat soort taken. Dus daarom is dat wel een heel interessant gebied wat dat betreft. Ja. Maar ik leg het uit, geloof ik, en ik heb alles weer in de beschrijving staan als mensen het willen nalezen. Het bestaat nog steeds trouwens, hè, de Vrijstaat van Ravenstein. Ja, ik denk die video's van jou, die zijn zeker de moeite om te gaan bezien. Ook je kanaal is zeker de moeite voor mensen om eens een keer te bekijken. Ik heb hem hier nog een keer even in beeld. Dan zou ik Christian deze kanaal. Nou, ik zou zeggen, laten we voor vandaag dan maar een keer tot afsluiting brengen. We zijn al een dikke uur bezig. We willen ook niet te lang maken, want we willen graag de attentie van de mensen houden. En spijtig genoeg is de attentie van mensen meestal een half uur al uitgedoofd wat zo dingen aangaat, ook al kan het nog zo interessant zijn. En we willen graag dat die mensen goed onthouden waar we hierover bezig zijn. Ik zou jou graag nog een keer het laatste woord gaan geven en dan ga ik persoonlijk daarmee eindigen van kijk, ik ga de commentaarsectie deze keer op tijd openzetten. Jullie kunnen commentariëren. We willen graag horen wat jullie van onze plannen gaan denken of wat jullie denken wat wij een keer zouden moeten gaan doen en zouden moeten bespreken. Wat interessant is, dat we nog een beetje meer gestructureerd tot werk gaan als we dat vandaag de dag deden. Alhoewel ik het over het algemeen zeer interessant vond om van onderwerp naar onderwerp te vliegen en in feite de Heilige Geest de leiding te geven. Belangrijk is dat we altijd alles aan de Bijbel meten, zoals in Handelingen kapitel 17 vers 11 gezegd is, dat de Joden in Berea betere Joden waren dan die in Thessaloniki. Want ze hebben alles aan de Bijbel gemeten, dagelijks wat ze in de wereld gezien en gemeten hebben. En alles aan de Bijbel gemeten en daardoor hebben ze gemerkt hoe duivels en slecht deze aarde is. En dat moeten wij allemaal doen. Daarvoor moeten we in de eerste plaats onze Bijbel gaan studeren. Liefst de 1618 Statenvertaling, die niet gereviseerde visie, die originele versie. Want bij de gereviseerde versie zijn er ook heel veel fouten ingeslopen, gelijk bij de Koning James. Daar is ook een heel groot verschil of dat je de AV 1611 King James neemt, dat heel oude Engels, of dat je de 1769 Blaney versie neemt, of de 19e eeuw NKJV, New King James Bible, dan moet je echt opletten. En dat is waarschijnlijk met de Statenvertaling niet anders. Ik neem altijd de originele 1618, die ook online beschikbaar is, en ik lees daar of heb daar veel in gelezen. Ik persoonlijk, jullie weten, ik ben Duitser. Ja. Ik heb Nederlands maar meer of min autodidact geleerd. Maar dat Nederlands, dat ik in de Statenvertaling lees, daar hou ik van. Dat vind ik zo mooi, zoals dat geschreven is. Dat is op zich al een openbaring om die woorden te kunnen gaan lezen en door de Heilige Geest in alle waarheid geleid te worden door het lezen van het woord van God. Ja, Nout, aan jou het laatste woord. Ja, je eindigt met de Statenvertaling. En ik heb uiteraard ook bij de Bijbels gelezen. Maar in de Statenvertaling staan toch nog wel een paar vertalingen die niet stroken met de King James 1611 editie. Ik weet ze zo niet uit mijn hoofd.
Maar dat is wel iets wat mij opviel toen de tijd. Misschien dat ik het een keertje kan opzoeken en behandelen. Maar dat komt een andere keer dan wel. Ik wil de mensen bedanken voor het luisteren. En als ze mijn kanaal bekeken hebben, dan wil ik ze ook graag bedanken daarvoor. En als jullie aan- of opmerkingen hebben, of jullie weten toevallig in Nijmegen in de buurt, of ergens waar ik ook een opname kan maken, dan hoor ik het graag van de mensen. Ja, ik wil de mensen ook nog meegeven dat de tijden gaan steeds donkerder worden. Energieprijzen gaan omhoog, voedselprijzen gaan omhoog. We worden belogen en bedonderd bij het leven. Maar hou één ding in uw hoofd, mensen. Jezus Christus heeft deze wereld al overwonnen. Wij zijn het lichaam van Jezus Christus. En wij hebben deze wereld al overwonnen. En daar wil ik het graag bij laten. Maranatha. They say